voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daar klinkt het, ja, daar komen ze aanstormen. Daar liggen de eerste al op de grond, die zijn weggegleden. En deze horde rent achter ons uit, daar duikelen ze over elkaar. Jongens, doe toch voorzichtig, want de schaatsen zijn nu al beschadigd. En u hoort het getrappel op klompen, op gymnastiekschoenen. Op allerlei manieren, ook eenvoudig op te sokken. Daar kegelen ze, jongens, voorzichtig toch. En dat was 18 januari 1963, de start van de 12e editie van, u raadt het, de Elfstedentocht. De hel van het noorden. En die hel gaan we zo binnen. Zet de koek en zoopje klaar. Bereid u voor op uitputting, sneeuwblindheid, bevroren geslachtsdelen. U gaat een guur uur de kou in voor een geschiedenis van de tocht der tochten in vaak nooit vertoonde beelden. Een speciale marathonuitzending om te vieren dat de eerste officiële tocht op 2 januari 1909 in de vroegste vroegte van de ochtend van start ging. Over een paar uur dus, 100 jaar geleden. Goedenavond. Er waren eerdere Elfstedentochten. De traditie gaat terug tot de 18e eeuw. Maar 100 jaar geleden was de eerste officiële. Stel het u voor, die 2 januari 1909. Deze foto is van even over 5 in de ochtend. Het bestuur plus de 23 deelnemers van die dag. En hoe het verder ging, beschreef de latere winnaar Minne Hoekstra achteraf. Dan begint het lezen der namen. Het schrappen der wegblijvers, het uitdelen van rozetten in nationale kleur. De deuren worden geopend, de stoet gaat naar de stille gracht. Een zware, natte mist dempt het geluid van voetstap en stem. Het is 5:20 als ieder op zijn schaatsen staat. Nu dan, heren, een goede reis. Dat was een kwartier na de foto en het begin van een traditie die veel meer geworden is dan enkel schaatsen. Het is Friese folklore, nationale trots, ons hele zelfbeeld als natie van water, ijs en jongens van Stavast. Dat alles zit erin en hebben wij er voor u uitgehaald. Op zoek naar onbekend materiaal van amateurs vaak kamden wij archieven voor u uit en zolders en kelders van menige Fries. We vonden nieuwe beelden uit 1929, de eerste beelden uit 1917. Maar we beten ons natuurlijk vooral vast in 1963, de legende. Toen van de inmiddels 10.000 deelnemers 171 de eindstreep haalden. Die episode vormt de rode draad in de collage die u nu gaat zien. Te beginnen bij de aanloop, december 62, toen de eerste vorst kwam en sportverslaggever Herman Kuiphoff, onlangs overleden, bij de voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging ging informeren. Zat het erin dit jaar? We hopen toch vol vuur dat we dit jaar inderdaad weer eens actief kunnen zijn om de Elfstedentocht weer eens praktisch te organiseren. Maar u weet het niet? Wij weten het niet meer, u weet het. Maar ik weet het wel. Weet u het? Ja, want ik heb hier een klein boekje uit Enkhuizen en daar staat in, de gemiddelde temperatuur, dat is over januari, zal ruim 3 graden onder het normale liggen. En het wordt bijzonder koud, ongeveer in het midden van de maand. Laten we. Dus ik zou zeggen, Elfstedentochtrijders, houd goede moed. 18 januari 1963, 5:30 in de ochtend. Start zijn voor de 12e Elfstedentocht. Bij voorbaat staat vast dat dit een bovenmenselijk zware tocht zal worden. Temperatuur 16 graden beneden nul. Een monsterrit van ruim 200 kilometer. En het grootste aantal deelnemers dat ooit aan deze tocht heeft meegedaan. 575 wedstrijdrijders. Rond 9500 toerrijders. Waaronder 1000 militairen. Een aantal Zweden, Canadezen, Zwitsers en Belgen. Nou ja, dan kom je aan het ijs aan. Dan moet je eventjes uitkijken, want dat je niet onderuit schiet. En dan, huppakee, de paar rukken aan de veters. En de schaatsen zaten vast en weg, want daar had ik op getraind. De rijders vertrekken in de richting Sneek. Op dit traject van 23 kilometer met uitermate slecht ijs spelen zich in het nachtelijk duister de eerste dramatische taferelen af, waarvan deze tocht zo vol zal zijn. Op dit eerste traject al moeten veel rijders de tocht staken door bevroren ledematen, opgelopen verwondingen en kapotte schaatsen.
Ik zag afgrijzelijke valpartijen. Mensen met gebroken armen en benen en bekkers gebroken bleek achteraf. En heel veel gewonden veld. Mensen die ook zoals vroeger al met hun kop tegen een lage brug aanreden. Omdat ze dus eigenlijk al bevroren ogen hadden. Dus in die zin was het een slagveld. Jongen, dat is helemaal keihard wat ik hier voel. Ja, wat dacht je dan? Last van de kou? Ja, nou. Ja? Toch maar doorgaan? Oh jee. Ik kon er wel in Leeuwarden, hoor. U komt beslist in Leeuwarden? Jezus, ja. Nou, we zullen naar de streep opletten. Mijn vriend gaat daar zo. Vooruit, achter uw vriend dan. Dag. In Franeker was ik nummer 2. Keizer 1. En ik was 2. En Ververa en Zwierstraat, die 2, die kwamen daar op Hollander. Maar ja, wij reden door. En elke keer, dan wat voor en dan wat achter. Een beetje moeilijk maken. Eindelijk in de laatste zag ik de kans om er tussenuit te komen dat hij niet achter me in het zocht kon rijden. En ik er tussenuit, want toen was ik een kwartier, 17 minuten eerder in Leeuwarden en zij. Maar toen kreeg de poppenkast dat volgens meneer Ververa had ik hem niet eigenlijk gewonnen, want ik had me eigenlijk laten trekken door een gids. Maar toen in 1917, ja, het is tijd van vertrek, een kwartier van tevoren. En er zit zo'n stelletje rijders waar ook Ververa bij was. Nou, en die moest ik juist hebben, want dat zat me nog niet zo, maar dat zat boven mijn kruin. Dat had u een beetje dwars gezeten, ja. En toen zei ik, nou, Ververa, ik zeg, vandaag kun je 2 dingen zien, hè. De koning komt nummer 1 aan en je kunt een doodkist voor hem klaarmaken, maar een tussenweg is er niet. En dat heb ik hem ook gelappen. Want ik ben er in 1 keer tussenuit gegaan en ik heb ze niet meer gezien. Ik heb 170 kilometer helemaal alleen gereden. Wel, luisteraars, ik heb u in mijn eerste gedeelte al gezegd dat dit dus een rit zou zijn van sneeuwmannen. En ik heb meer dan ook volkomen gelijk gekregen. Want deze mensen zijn helemaal berijpt komen ze door. En dit is toch wel een bijzonder zware rit te worden. Toen wij Sneek voorbij waren, hadden we die de Geeuw. Hè? Dat is tussen Sneek en IJls. En dat is dat mooie brede water. Was ook heel mooi schoongemaakt, schoon gewaaid door de wind. En daar kon je maar echte streken zetten voor het eerst. En dat was ook prachtig. Bij Galamadammen heeft de kopgroep van rijders een voorsprong van ongeveer 5 minuten. Deze groep, waarin zich onder andere bevinden Klaas Leffertstra, Aad de Koning, Anton Verhoeven, Jean van der Berg, de gebroeders Uitham en de nieuwkomer Reinier Paping, vertoont hier nog geen spoor van vermoeidheid. Ja, dames en heren, nogmaals een goedemorgen. We willen inderdaad zo volledig mogelijk u een beeld geven van deze 12e Elfstedentocht die vandaag heel Friesland in rep en roer brengt. We kunnen wel zeggen dat 10 provincies van Nederland vandaag kijken naar de 11e. En die 11e, en dat is dan natuurlijk Friesland, heeft alleen maar oog voor zichzelf. En zeer terecht, want u weet dat deze monstertocht tot de grootste sportieve manifestaties behoort waarover ons kleine Nederland beschikt. Wij zoeken contact met Jo van Dalfsen bij de reportagewagen van de NTS in de Friese hoofdstad. Hier in Leeuwarden bij de finish, dames en heren, is het nog een hele kale boel. Publiek is er nog helemaal niet, zoals u zult zien straks. Er wordt alleen nog hard gewerkt om de finish hier klaar te maken. De vlag wordt direct gehezen over de baan heen, zodat men weet waar men moet eindigen. Het laatste gesjouw met de hekken nog. Hekken, dit ziet er hier één op zijn kop geplaatst, die dus voor de afzetting moeten gaan zorgen. Dat hier duizenden mensen zullen gaan komen om te kijken, wij geloven er niet in, want het is hier zeer, zeer koud. Het was bitter koud met een sterke oostenwind en 20 graden vorst. In Harlingen gaf ik mij even de tijd om bij familie een paar bakjes koffie te drinken. Toen naar de controle, waar ik van de heer Van Sloten een grote rol pepermunt ontving, die mij op mijn verdere reis uitstekend is bevallen. Onderweg blies ik een paar keer uit en peuzelde een paar hard bevroren bananen op. Bij het Hegermeer ontmoet ik een jong mens,
dat naar ik vernam naar Sneek moest. Het was een beste rijder. En dat deed mij dan ook goed opschieten. Mijn vriend zorgde wel voor om bekend te maken dat ik een Fries was. Hij riep telkens Friesland boppen. Wat dan beantwoord werd met hoera geroep. Dat deed mij weer goed. Via Sneek kwam ik in Leeuwarden aan. Er stond een grote mensenmassa waar wij maar nauwelijks door konden rijden. Nog een paar fikse lange streken. De eindstreep was bereikt en de overwinning vastgelegd. Nu nog even op de schouders gehesen en een geweldig hoera! In Staveren komt het grote keerpunt. Duizenden, waaronder veel wedstrijdrijders, moeten hier de zware strijd opgeven. Mag ik u eens vragen, uw naam is? Steegstra. U bent uitgevallen? Ik ben uitgevallen op de Fluze, achter Wadsend. De terugweg naar Wadsend dus, een klein eentje verder. Was het niet meer te doen? Het was voor mij helemaal niet meer te doen. Ik zie me zo ontzettend tegen. Ik had me in het begin een beetje te veel geforceerd, denk ik. Zijn er veel uitvallers? Ja, er komen direct nog een heleboel aan. Daar verderop zullen er nog een heleboel uitvallen, want ik zag nog een heleboel strompelen. Het is wel een barre tocht geweest. Nog even een berichtje. Volgens een schatting van de organisatoren heeft niet meer dan de helft van het totaal aantal uit Leeuwarden vertrokken rijders Staveren bereikt. Maar ook daar hebben weer velen er de voorkeur aan gegeven om comfortabel met de trein de terugreis te aanvaarden. Het zal dus wel het volgende record in deze Elfstedentocht betekenen. Namelijk, er waren enorm veel deelnemers die begonnen vanmorgen, maar er zijn er ook al ontzettend veel die deze bijzonder zware tocht hebben moeten onderbreken. In Staveren dus al. Alleen de zeer sterken trekken door het ijzige Friese Noordpoollandschap naar het hoge noorden. Aangevoerd door Klaas Leffertstra en de gebroeders Ale en Ate Tekken rijdt om precies 9:30 de kopgroep Hinderlopen binnen. Hier in Hinderlopen moeten de rijders over een dijk lopen, waarbij een zekere Reinier Paping ten val komt. Van deze plaats gaat de rit over het IJsselmeer naar Workum. Toch heeft die Paping samen met Jean van den Berg de leiding genomen wanneer de groep de haven verlaat en de witte vlakte van de tot ijs gestolde binnenzee oprijdt. Het is maar een korte tocht over deze poolvlakte, want binnen een 30 minuten glijden de voorsten alweer het pittoreske haventje van Workum binnen. In Workum komt er reeds tekening in de strijd. Reinier Paping uit Ommen laat hier om 9:45 zijn kaart afstempelen. Ik had eigenlijk net van tevoren zo met een inzinking gezeten. Dan moet je wel eens een groepje laten gaan. En ja, dan zie je het allemaal zo niet meer zitten. Dan denk je bij jezelf, ja, moet ik nou afstappen? Maar ja, dan een stem in mij zei, je bent gymnastiekleraar. En je hebt nou een vrije dag gekregen van school. Wat moeten die leerlingen wel niet van je denken? Je bent toch de sportleraar. Uitstappen uit de Elfstedentocht. Dus dat gaf mij toch wel een zetje om door te blijven gaan. De gedachte dat de leerlingen mij anders uit zouden lachen op school. Dus kwam ik weer wel over mijn inzinkingen heen. Maar ja, toen wist ik nog niet dat het ergste nog moest komen.
Al rijdende sprak een achter mij rijdend persoon. Kan jij niet wat kortere slagen maken? Ik kan de slag niet halen, want mijn benen zijn wat korter dan die van jou. Hij vertelde dat hij al eens eerder een Elfstedentocht had gereden. En dat het nog lang was en dat ik te hard reed. De anderen waren al achtergebleven. Mijn antwoord was zo ongeveer, ik kan nog wel veel harder. Ik ga gewoon door zoals ik nu rijd. In Franeker kwamen Jongert en Dijkstra even eerder uit de controle dan wij erin. Wij moesten altijd een café in voor de controle. En ik nam dan telkens een glas melk. Melk is eten en drinken tegelijk. Aan de westkant van een brug lag zand op het ijs. Waarschijnlijk van de brug afgewaaid, waardoor ik viel en tegen de beschoeiing opvloog. Met als gevolg een grote winkelhaak in boven- en onderbroek. En in mijn knie. Later bleek het opgedroogde bloed tot in mijn enkel te zitten. Ik reed voortdurend aan de kop met Sipke Kastelein vlak achter mij. We hadden afgesproken om tegelijk over de eindstreep te gaan, maar het liep alles anders. In Leeuwarden had een politieagent met zijn schaats een streep over het ijs getrokken. Ik reed daar ongemerkt als eerste overheen. Maar toch kregen we allebei de eerste prijs. Kastelein, waar bent u eigenlijk in het begin bij de wedstrijd gekomen? Bij de leidende ploegen gekomen? Bij Staveren. Bij het leidende peloton? Bij Staveren. Tegelijk met de Vries? Jawel. En heeft de Vries, heeft Smit, heeft hij nog veel strijd gegeven? Nee, hij was op. Maar mag ik u dan hartelijk feliciteren met uw succes? Dankjewel, meneer. Mag ik u ook feliciteren met uw succes, meneer? Ja, dankjewel. Dankjewel. Laten we deze beschouwing beginnen met een woord van hulde aan de gemeentebesturen, die werkelijk al het mogelijke hebben gedaan om hun banen bereidbaar te maken. Deze zesde Elfstedentocht is in vele opzichten gedenkwaardig geweest. Nooit was de belangstelling zo groot, leefde Friesland zo intens mee. Het weer werkte tegen. Daarover zijn alle deelnemers het eens. Velen hadden voorts aanmerking op de controle te sloten, waar het een hopeloos gedrang was. Men zal daar nu toch een andere regeling moeten treffen. Sloten mag niet achterblijven bij de andere posten waar alles goed liep. Nooit waren er meer deelnemers, nooit ook meer uitvallers. Een 3200 gingen er weg, inclusief vele honderden gemobiliseerde soldaten. Maar de eindcontrole te Leeuwarden hebben er misschien geen 200 deelnemers gehaald. Er was prachtig werk aan de banen verricht, maar het werd allemaal teniet gedaan door den onbarmhartige wind. Gedenkwaardig was de tocht ook door de finish, welke in volslagen chaotische omstandigheden plaatsgreep. We wisten van de gemaakte afspraak te dokken, verwachten dus 5 rijders tegelijkertijd te zien arriveren. Maar het liep anders. Nou, toen we in Leeuwarden in het gezicht kwamen, was ontzettend veel mensen, dacht men aanvankelijk allemaal, daar is de finish. Ja. En toen hebben we op een gegeven moment zijn we alle 5 naast elkaar geschoten, ook weer op die 2 meter. En dachten we, dat gaan finishen, maar dat was de finish niet. En Adema ging voorop. Ze gingen gelijk in 160 meter spurt verder. Toen dacht ik, ja, maar dan laat ik geen gras overgroeien. En toen heb ik hem als zodanig geklopt in die finishrit. Er is mij als winnaar uitgeroepen, kampioen, Elfstedentocht, en winnaar nummer 1, Piet Keizer de Lier. En de andere 4 zijn mede winnaar verklaard. En dat is de officiële uitslag. Thank you.
Zoals in meer elfstedentochten is voorgekomen, vindt de grote slag in deze wedstrijd plaats tussen Workum en Bolsward op de Paragastervaart. In een moordend tempo, op buitengewoon slecht ijs, trekt de 31-jarige Reinier Paping de kopgroep uiteen. Slechts enkele oude rotten zijn, althans voorlopig, in staat hem te volgen. In enkele minuten is de grote kopgroep in vele kleine groepen uiteengevallen. Wat ik me nou weer herinnerde toen ik Tjerkend voorbij was en dat moeilijke stuk gaat, toen zag ik voor mij Bolsward liggen en toen keek ik om. En dan kan je een heel stuk deze vaart overzien en ik zag nergens een schaatser. En dan denk ik, ben ik nou bezig met Nelfsteden toch? Ik zie niemand. En ik zag alleen een groepje bij mij wegrijden. Maar achter mij zag ik niemand. En er kon hele lange vlaktes kun je daar zien. En je zag geen enkele schaatsrijder. Nou, toen had ik wel in de gaten, dit. Hier komen niet veel door. De rijders van de kopgroep die elkaar scherp in het oog houden, maar anderzijds ook steun bij elkaar vinden, houden soms hun vaart even in voor een spontaan geoffreerde warme dronk. En die hartversterking hebben ze wel nodig ook, want de omstandigheden waaronder ze moeten rijden worden steeds moeilijker. Hier begint de wind bijna altijd al lastig te worden. Nu blaast hij ook nog fijne stuifsneeuw over het toch al slechte traject. Bovendien gaan nu ook de kilometers in de benen zitten. Meer dan 80 hebben ze in bijna 5 uur afgelegd. Door het maagdelijk witte Friese land vloeteren de wedstrijdrijders voort in de richting Bolsward, in afstand op de helft. Het zwaarste stuk komt daarna pas. Tien uur 23. De kopgroep bestaat uit nog slechts 4 rijders. Jean van der Berg, Paping, Verhoeven en Uitham. Even later arriveert Wijs, gevolgd door Aad de Koning. In Bolsward is de helft van de tocht afgelegd. En na Bolsward is de wedstrijd eigenlijk beslist. Paping ziet kans zich los te maken van de 3 anderen. Met nog 85 kilometer voor de boeg begint hij aan zijn eenzaam avontuur. Dat als een van de meest sensationele gebeurtenissen in de geschiedenis van de Elfstedentochten zal worden geboekstaafd. Met een voorsprong van 1,5 minuut op Uitham, Verhoeven en Van der Berg arriveert hij als eerste in Witmarsum. Het was niet mijn bedoeling om alleen weg te gaan. Maar die andere jongens die zaten te wachten, die zeggen nou laat hem maar rustig gaan. Want die komt wel weer terug of die stopt wel. Maar ik ging deze dag bijzonder goed. Ik bedoel, ik voelde nog geen vermoeidheid na 100 kilometer. Dus ik ging door en de afstand werd groter en groter. En op een gegeven moment, toen hoorde ik dan in Halling dat ik 3 minuten voor lag. En toen denk ik, ja, zal ik nu stoppen? Want dan komt het zwaarste stuk naar Dokkum, hè. En och, ik ging door en ik ging lekker. Ik ging naar Franeker en toen lag ik opeens 11 minuten voor. Toen dacht ik, nou moet ik eigenlijk als het ware doorgaan. Want als ik straks de ploeg bij me krijg, met Jean van den Berg, dan ben ik bang dat ik door hem geklapt word op de sprint. Ik denk, de tweede plaats is ook wel mooi, maar ik denk, nou zit mij de kans in om de eerste plaats te bereiken. De tweede groep bestaat uit slechts 2 rijders, Verhoeven en Uitham. Jean van den Berg is in Harlingen achtergeraakt. De situatie in het hoge noorden van Friesland is dus zo dat 1 helemaal alleen rijdt Reinier Paping uit Overijssel op kop, op ruim 10 minuten gevolgd door Jean van den Berg, J. Uitham en Anton Verhoeven. Dan gaan we nu nog even kijken bij Arie Kleiwecht. U weet, hij bevindt zich op het knooppunt van de tocht in Bartlehiem. En hier, dames en heren, weer in Bartlehiem. In het noordelijk poolgebied van de Elfstedentocht hebben we nieuws voor u. Bartlehiem, zoals u weet, ongeveer 12 kilometer van Dokkum. 12 à 15 kilometer en een dergelijke afstand ook nog eens van de finish. En tevens verwijderd in de richting Franeker, hier achter mij, van Vroubuurstermolen. Een 9 à 10 kilometer. En daar, op dat punt, Vroubuurstermolen, daar is Paping, de kopman, zo even gepasseerd. Dat hebben we hier zo even van de Rijkspolitie gehoord. Kunt u dat nog even bevestigen? Is het juist dat Paping in Vroubuurstermolen gepasseerd is? Inderdaad, werd mij zojuist bericht via de politiepost in Vroubuurstermolen.
dat nummer 157, het is welk is Renier Paping, vrouw Bustemol is gepasseerd alleen. Alleen is gepasseerd. Ze weten daar dus uiteraard nog niet hoe groot zijn voorsprong bedraagt op de achtervolgers J. van den Berg en Verhoeven. Dat is momenteel niet bekend. Wel is via het vliegtuig van de Rijkspolitie bericht dat er zich twee groepjes bevonden tussen Berlicum en vrouw Bustermolen. Ja. U weet het, dames en heren, de informatie is zeer schaars te krijgen van het traject dat op het ogenblik wordt afgelegd door de rijders. Het traject dus tussen Vraneker via Bertlehem hier naar Dokkum. Want dat traject is zeer eenzaam. Het passeert vrij weinig plaatsen en er zijn nauwelijks wegen die er naartoe leiden, zodat hier en daar de rijders volkomen van ieder contact verstoken zijn. We weten dus nu dat Paping nog steeds op kop is, 9 kilometer hier vandaan. En dat betekent dus dat we hem hier zouden kunnen verwachten over ongeveer een half uur, is dat juist? Nou, dan moet het heel vlug gaan hoor. Dan moet het vlug gaan. Ongeveer van 10 over 2 dat de eerste rijder hier kan zijn. U dacht om 10? 10 over 2, 5 over 2. 10 over 2, dat is dus... Ja, dat is dus ruim een half uur. Ja, heeft dus alles tegen wind in momenteel. En Het bevindt zich nog veel snuisneer op de baan. Dus hij krijgt het wel erg slecht. In totaal 2800 deelnemers in de wedstrijd en toeristenklasse starten 's morgens vroeg om 6 uur te Leeuwarden met precies 200 kilometer voor de boeg. Bij het krieken van de dag bereikt de Adema, een van de winnaars van verleden jaar, het eerste controle te Harlingen. Halfwacht. Adema, gevolgd door Bosman, een nieuweling, komt het eerst aan. In het dorpje Parga. Adema en Bosman, die tussen Workum en Hinderlopen zijn ingehaald, komen aan te midden van een groep. Zij die later kwamen aan de kopgroep, werden door behulpzame handen naar de controle gebracht. Even voorbij Sloten heeft Adema zich van de kopgroep losgemaakt en passeert weer als eerste Sneek met zijn beroemde waterpoort is op één na de laatste stap. Adema kunt zich nog even de tijd om de inwendige mens te versterken. Heeft u nog 24 kilometer voor de boeg. Leeuwarden. Adema passeert als eerste de finish. Hij heeft de 200 kilometer met een gemiddelde snelheid van 21 kilometer per uur afgelegd. 3 minuten daarna arriveert Bosman als tweede. Voor een nieuweling een buitengewone prestatie. Van Duitse zijde bestond veel belangstelling voor de Elfstedentocht en wedstrijd. De beauftraagde voor Friesland ministeriaalraad Ros en de referent voor Volksaufklärung und Propaganda, de heer Karel Weidlich, hebben vrijwel het gehele traject gevolgd. Zij waren zeer ingenomen met de sportieve stemming der Friezen op deze dag.
natuur is in de jonge ochtend op haar schoonst. Men kan nu ook onderscheiden hoe ontzaglijk de deelneming aan deze tocht is. Een onafgebroken rij rijders slingert zich over de meren in de richting van Stavoren. Daar horen we dat de kopgroep van de wedstrijdrijders zich verreden heeft. Het komt ons onbegrijpelijk voor. Wij die de route kunnen dromen en menen dat anderen dat ook kunnen. Maar bij ons spelen geen zenuwen hun verwarrende rol. Wij rijden louter voor ons genoegen. En hoe groot is dat? En hoe neemt het met de minuut toe? Sensatie is er van deze tocht niet te vertellen. Tenzij men het sensatie wil noemen dat alles, maar dan ook alles wat het traject betreft, nu eens meeviel. Inderdaad, wie 200 kilometer lang zijn benen kon uitslaan, kon deze tocht volbrengen. En dan ook nog eens volop genieten van de prachtige Friese winterlandschappen in hun onderscheidende opeenvolging. Overal had de bevolking zich hier opgemaakt om de vermoeiden moed in te spreken. Onder andere door zeer geflatteerde mededelingen omtrent de nog af te leggen afstand. De Elfstedentocht 1942 zal vermoedelijk in de historie bekend blijven als de gemakkelijkste ooit gehouden. Waarin werkelijk één lange keten alle elf steden van Friesland een poos lang verbonden heeft gehouden. En duizenden houden er een glorieuze herinnering aan over. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8 uur en 44 minuten. En verbetert daarmee ruim het record van 1933. Vijf voor 12 laat Paping in Franeker afstempelen. In Franeker ging het goed. En toen kwam de rotstuk en toen ben ik ook verschillende keer gewoon. Ik heb wel... Ook wel een 18 op deze arm gewoon en ook een keer lang uit op de buik. Maar ja, opstaan en weer doorgaan, hij broert. De toenemende noordooster, de alles doordringende stuifsneeuw, het slechte ijs en niet in de laatste plaats de eenzaamheid beuken zwaar op het moreel van Paping. Voor Bartlehiem krijgt hij een zware inzinking die hij aanvankelijk moeilijk te boven kan komen. Zijn voorsprong loopt terug tot 8 minuten. Als Paping Bartlehiem passeert, heeft hij zich echter geheel hersteld. Op de vraag van een reporter antwoordt Paping dat hij zich nog fit genoeg voelt om de wedstrijd uit te rijden. En zo, vol goede moed, slaat hij de richting Dokkum in. En de wind was noordoost en het woei een stuk of 6-7, het was gaan sneeuwen. En toen was er iemand en ik had die stempelkaart bij me en ik had al die stempeltjes staan. Ik denk, nou, dat schiet op. Onnozel. Maar ook inderdaad, je hebt een bewustzijnsvernauwing van je welste natuurlijk. En die man die riep mij toe, zet hem op, je bent op de helft. En ik had me al een slijtageslag had ik meegemaakt. Die was geweldig en ik zakte toen ook ter plekke door het ijs. Dat was hopeloos. En niet letterlijk natuurlijk, maar ik moest me wel even hervinden. Nou, en ik kom in een koekensloopje-tent terecht. En daar kom ik een jongen tegen die mijn klasgenoot op de lagere school is geweest, Henkie Buma. En die zocht ook een partner. En Henkie Buma en Henk Kemster gaan samen, gaan die dus de rest van de tocht gaan die rijden. Hè? En ja, wij zijn toen eigenlijk een verschrikkelijk stuk afstedentocht ingegaan waar we geen weet van hadden. Toen is alles goed gegaan totdat ik in de buurt van Oldeleien kom. En dan krijg je de Zuidhoekstervaart en in die Zuidhoekstervaart
daar brak ineens mijn schaats. Nou, dan denk je ook, nou is het al wel gebeurd. Dat is de ergste per die ik kan krijgen, want Noren heb je niet in reserve bij je. Dus ik me één schaats uitdoen, en toen zag ik het wel, dat die was helemaal dubbel geklapt. Het ijzer was helemaal dubbel geklapt. En op één klompsok en op die ene schaats een beetje glijdende, en dan zag ik voor mij het dorpje liggen. En daar kwam een jonkje, die haalde mij in. En zei, het meneer wat? Ik zei, ja, mijn schaats is kapot. Ik zeg, wat is dit voor plaatsje? Nou, dit is Oude Leien. Ik zeg, wil jij vragen in Oude Leien of iemand schaatsen heeft, maat 46? En ik kom dat dorpje binnen huppelen. Hè, één schaats onder, één klompzak. En ja hoor, daar staat meneer Sittema, de smid. Die staat er klaar met een paar schaatsen van zijn zoon, maat 46. Nou, ik zeg, ik breng ze wel terug hoor, dat komt wel voor elkaar. Hier heb je de mijne en ik op die vreemde schaats. De kop ervoor houden en net maar doen als je gek bent en je rijdt maar door. Overal langs het bewoonde gedeelte van de route werken vrijwilligers uren achtereen om de volgestoven baan sneeuwvrij te maken, of althans zoveel mogelijk. Want zo gaat dat in Friesland. Op een dag als deze is er voor de bevolking maar één ding dat telt, de Elfstedentocht. Maar dat neemt niet weg dat er talrijke stukken zijn waarop de rijders tegen de eenzaamheid, tegen de elementen en tegen zichzelf moeten vechten. Hier en daar passeren ze kleine dorpjes die door Pieter Breugel geschilderd zouden kunnen zijn. Na reeds 3 maal deze winter te zijn uitgesteld, is nu toch weer de klassieke Elfstedentocht gehouden. 'S Ochtends om 5:30 zijn meer dan 300 wedstrijdrijders en ongeveer 2000 toerrijders vol goede moed aan de zware tocht begonnen. De tocht is deze keer wel bijzonder moeilijk. Strenge vorst, 14 graden, een snijdende oostenwind en ijs dat op vele plaatsen zeer slecht bereikbaar is. En dan komt Bolsward, waar Bosman zich even tijd gunt voor een warme dronk. En weer verder, steeds maar verder. Aankomst in Franeker. Schipper was even tevoren gevallen en heeft nu zijn hoofd in verband. Sportief heeft Bosman op hem gewacht en samen zetten ze de tocht voort. Na de zwaarste etappe, tot Dokkum, arriveren ze daar nog steeds onafscheidelijk om 3:15 'smiddags. Van Dokkum naar Leeuwarden is nu nog een peulenschilletje, met de wind weer in de rug. Een uur later, om 4:00, de terugkomst in de Friese hoofdstad. Bosman zet de kroon op zijn werk en gaat als eerste door de finish, een halve minuut later gevolgd door Schipper, die 500 meter voor de eindstreep ten val kwam. Leeuwarden, 16 maart 1947. Voor de Friese Elfstedenvereniging was het een diepe teleurstelling te ervaren dat velen gezondigd hebben tegen een regel die zeer uitdrukkelijk was vermeld. Wedstrijdrijders mogen niet opleggen, noch zich laten zuigen door niet-deelnemers. Het bestuur heeft de talrijke protesten onderzocht en besloten om de eerste prijs toe te kennen aan de als 5e binnengekomen wedstrijdrijder Jan van der Hoorn uit Ter Aar. In Dokkum, om 3:13, is de voorsprong van Reinier alweer opgelopen tot 12 minuten. Hij kan zich dus enkele minuten rust permitteren. En toen kwam ik dan in Dokkum. Toen had ik dus het zwaarste stuk gehad, toen ging ik van de wind weer terug. Ik denk, nou kan ik hem halen, dan was het ongeveer nog 20 kilometer van de wind af. En dat heb ik ook flink tempo.
Het schijnt dat Reinier Paping in aantocht is. We verplaatsen hier dus de positie. Het publiek dat neemt ook andere stellingen in. Want nu komt Paping dus uit noordelijke richting hier aan. Zal dan... Daar is hij! Paping! Ga vol! En daar, zoals u zag, nu helemaal geen aandacht meer voor ons. Is Paping de laatste kilometers ingegaan over de Oudkerkster E, de Oudkerkster Vaart, in de richting van de Grote Wielen, waar de finish van deze Elfstedentocht ligt. Maar toen kreeg ik nog een stukje weer tegen de oostenwind in, 4, 5 kilometer. En ik denk, nou, misschien komen die jongens nog dichtbij me. Maar overal hoor ik wel van die mensen dat je ligt goed en het is nog niet zo ver meer. Dus ik denk, nou moet het ook wezen. En, nou ja, toen kreeg ik weer... Toch kan, naar ik nog steeds meent te kunnen blijven volhouden. Dames en heren, Reinier Paping niet veel meer overkomen als dit allemaal... Als er niks uitzonderlijks gebeurt, tenminste. Weliswaar is die Oudkerkste Vaart dus bijzonder slecht bereikbaar. Maar dat geldt niet alleen voor Paping, maar ook dus voor Verhoeven, Uitham en Jean van den Berg. Ik zie daar dat er water op het ijs komt. Kunt u ook zeggen waar dat door komt? Is daar een scheur in het ijs? Nee, ik denk van een klein doorgaat of zoiets. Ja, ja. Valt mee hoor. Die bocht is hier ook heel slecht, hè? Daar die bocht komende uit de richting Zwaneke. Ja, maar ze komen hier nog langs, hè? Ja, ze komen nu hier langs. Dus we hoeven niet bang te zijn voor dat water. Nee. Fijn. Dankjewel. De eerste centraal post in Leeuwarden, van waar we onmiddellijk overschakelen voor het laatste nieuws in het avontuur van wat we wel mogen noemen de helden van de Friese Elfstedentocht door Dick van Rijn. Dick, kom er maar in. Dankjewel, Bob. Wel, luisteraars, onze koningin, Hare Majesteit Juliana, is hier per helikopter gearriveerd en wenst aanwezig te zijn bij dit grote feest van de Friezen, maar ook het grote feest van heel het land, dat op deze dag toch wel hartstochtelijk meeleeft met die dappere kerels die deze ongelooflijk moeilijke omstandigheden hebben weten te overwinnen. We hebben ook vernomen dat zijn de koninklijke hoogheid, prins Bernhard, met een andere helikopter in de buurt van Franeker de tocht gevolgd heeft. En dan spreek ik het woord tocht uit. En dan denk ik aan die arme kerels die vanavond diep in het nachtelijk donker moeten proberen om Leeuwarden te bereiken. Hetgeen voor duizenden en nog eens duizenden onmogelijk zal blijken te zijn. Omdat de opgave dit keer te zwaar is geweest. Dit is het dan weer, dames en heren, Bert Lehiem in dat moordende noorden van Friesland. Daar komt er weer zo'n eenzame rijder aan. We zullen toch eens proberen om te vragen wie hij is. Toch wel aardig voor zo'n man die daar ver in de achterhoede aankomt. Dus te horen hoe het met hem gaat. Wie bent u? Gaat het goed met u? Dank u. Wie bent u? Johan van den Berg. Gaat het nog goed? Nou, het is wel moeilijk hoor. Doet u best. Ja, ik kom dus. Doet u best doorrijden. 502 heeft me zijn naam wel gezegd, dames en heren, maar die kon ik niet zo gauw verstaan. 502, dat is meneer Van der Werf uit Beiren. Houd het even voor. Van der Werf uit Beiren was dit. Zag toch wel hoe de vermoeidheid aan de fysionomieën van deze rijders eenvoudig vreet. Ja. Je ziet het hoe moeilijk die bocht hier is. Nummer 206. Even kijken. Wilt u de microfoon even vasthouden? Dan zoek ik even de naam op van de rijder. Ik doe mijn keier namelijk. Hè? Dat is het vervelende. 206. Toen moesten we dat kaleren eind van Bad Lehiem dokken. Maar dat is een eind hoor. En dat wisten we niks van, joh. En het was, sommige stukken waren, het lag precies wind tegen. En je had soms van die sneeuwduintjes. Dan werd je op een gegeven moment gewoon zo opgehouden, doordat die schaatsen daarin vastliepen, dat je gewoon plat op je gezicht ging. En dan schoof je een eind op dat zwarte ijs, schoof je dus door. En als je één keer lag, en dat was dus de mazzel dat Henk
Henke Buma en Henk Gemster samen waren. Want als je alleen was geweest, je was blijven liggen. Je had absoluut niet meer dus de behoefte om op te staan. Je was doodop. En je was inderdaad met je grens bezig. Nou, en je schopte elkaar gewoon met de punt van de schaats omhoog. Je vloekte elkaar stijf. En je vloekte elkaar weer tot op die schaats en je ging weer verder. Je kreeg zelfs visioenen, hallucinaties. Visioenen van een heerlijke tafel vol met fijne gerechten. En dan zag ik weer op een gegeven moment een heerlijk bed, een warm bed voor me, waar mijn lichaam naar hunkerde en zo. Dat soort dingen, ja, zover ben je dan geestelijk eigenlijk weg. Dat zag ik. Ja. Ja, dat is heel erg. Ik zeg, zie jij nog best? Ja, zegt hij, ik kan alles nog goed. Ik zeg, nou, ik ben een beetje sneeuwblind. Mag ik dan achter jou aanrijden? Want dan zie ik welke kant van de baan jij pakt. He, waar geen sneeuw ligt. Want dat kon ik al niet meer onderscheiden. Of het ijs of sneeuw was. Want je denkt dan dat je er doorheen kunt rijden. Maar ik heb momenten gehad dat ik de sneeuw indook. En dat ik met mijn handen en mijn voeten in een sneeuwbult lag. En dat ik er haast niet uit kon komen. En dat ik er moeite mee had. En dat de knaap die bij mij was, me eruit moest trekken. Dus toen had ik pas in de gaten hoe gevaarlijk dat kon wezen. Want als je dan ligt, dan denk je, nou laat me nog maar even lekker liggen. Ik lig niet zo lekker. Mag ik er ook eentje hebben van u? Dank u. Wat kost dat? Kom ik even op het kastje? Ja, u komt op het kastje. Zo gaat het hier dus, dames en heren. Hoeveel is dat? Hoe krijgt u van mij? Nee. Kan ik het straks even betalen? Nee, moet het nu? Ik kan wel voorgeven, maar... Ik kan het voor u ook wel. Wendt u zich even tot de heer van der Zee, die betaalt het wel even. Kan dat? Dat smaakt goed, dames en heren. En op deze wijze trachten ieder dus de tijd door te komen. Luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld, hier is Leeuwarden. Om 6:00 precies zijn de rijders losgelaten uit de grote loods om weg te stuiven. De 9e tocht van meer dan 200 lange en barre kilometers, die echter op dit ogenblik niet zo vreselijk lijken, omdat de wind aanmerkelijk minder is geworden. En hoe het zal lopen, dat weten we niet. Dat hopen wij u in de komende reportages te vertellen. Wanneer we met onze collega's op de verschillende punten langs de route trachten onze indrukken op te doen en u die mede te delen. Om 9:45 draafde het leidende peloton Bolzwart binnen. Sommigen hadden bekers in de hand voor de thee. Maar niet iedereen kreeg die drank op de manier die hij zich had voorgesteld. Hier hadden de wedstrijdrijders de eerste 100 kilometer erop zitten. In hun voetspoor, maar ver achter, reden heel op hun gemak de toerrijders. In totaal meer dan 2.500. Voor hen bestond nauwelijks belangstelling. Maar die hebben ze ook niet nodig. Het gaat hun voornamelijk om het sportieve genoegen. De Elfstedentocht van dit jaar is in tegenstelling tot de verwachting van gisteren nog allerminst een barre geschiedenis. Het lijkt eerder een pleziertochtje voor deze geharde rijders. Dat kan dus op dat laatste traject van Harlingen in oostelijke richting naar Dokkum alleen maar voordeel betekenen. Voordeel ook op de tijd die de rijders zullen gaan maken. Hoofdstad werd aan de voet van de Oldenhoven de finish in gereedheid gebracht. De politie zorgde er geheel in stijl voor dat niemand op de baan de rijders in de weg zou lopen. Om precies 2:30 stoven de 6 leiders Leeuwarden binnen.
Hier moest op 500 meter van de finish nog een moeilijke hindernis worden genomen. Jeen van den Berg bereikte als eerste de loopplank naar de wal, gevolgd door Verhoeven, Garicius, De Koning, Nauta en Leffertstra. De rijders haasten zich over stro naar de stadsgracht om een zo gunstig mogelijke positie te verkrijgen voor de eindsprint. Draaien al en daar zie ik de eerste figuren om de bocht heen stellen. Oh, dat is Jan Garicius die daar op de tweede plaats ligt en die een misslag maakt en daardoor zijn eerste plaats af moet staan. En dat wordt de eerste plaats. Als ik het goed zie is dat Nauta. Bravo, dat is Jeen van den Berg. Ja, het gaat best hoor. De Vriezen zijn natuurlijk bijzonder tevreden, want de Vries Jeen van den Berg uit Nijbeets heeft de overwinning behaald in de 9e Elfstedentocht, gehouden in het jaar 1954. Mensenmenigte zag de 5 om 16 minuten over 2, dat wil zeggen 8 uur en 46 minuten na de start, inderdaad met de armen over elkaars schouders binnenkomen. Daarmee kreeg deze 10e Elfstedentocht dus 5 winnaars. Het bestuur van de Elfstedenvereniging besloot echter om geen prijzen toe te kennen, daar men van mening was dat het sportieve karakter van de strijd verloren was gegaan. Wijnhout glunderde desondanks. De Fries Nauta bleek eigen publiek en familie door zijn prestatie het hart verwarmd te hebben. Toen ze wat op verhaal waren gekomen, deden de 5 van den Hoorn, de Koning, Nauta, Verhoeven en Wijnhout het verhaal van hun belevenissen. De Koning sprak onder andere over de beslissing van het bestuur der Elfstedenvereniging. Het was slecht, meis. Het was moeilijk om hier een sprint te vaart te vechten. Daar had inderdaad ongelukken van gekomen. Hebben wij ook besloten om het met z'n vijven gezamenlijk sportief op te lossen. En dus vind ik, zal de jury van de Elfstedentocht hier niet sportief te houden. De finishreportage hoort u dus door Dick van Rijn. Dick, kom er maar in. Dankjewel, Bob. Ik voel mezelf helemaal niet behoren tot de helden van de Elfstedentocht. Want eerlijk ben ik hier een angsthaas die op het krakende ijs zich helemaal niet prettig voelt met de wetenschap dat we hier een 3 à 4 meter water van het zwembad onder ons hebben. Daar staan auto's op, maar dat is lang het ergste niet. Er staan zeker een 10 tot 20.000 mensen op een lange rij kilometers lang naast elkaar. En tevoren heeft de gemeentepolitie van Leeuwarden geprobeerd hier een afzetting te verkrijgen door over een afstand van 600 meter de wielen ontoegankelijk te maken. Maar daar hebben deze enthousiaste Vriezen geen enkel been in gezien om er toch te komen. En ze zijn dus toch op het ijs gegaan. Met het gevolg dat we het hier zien welven, dat we water op het ijs zien komen en dat we straks nog maar afwachten moeten hoe het zal gaan. En daar kruipt hij. Hij moet eenvoudiger doorheen kruipen. Daar komt het publiek naar voren. En daar komt Reinier binnen met de handen omhoog. Met de donkere bril op. En bravo Reinier. De laatste meters rijden we met hem mee. En we krijgen de kans achter hem aan. Reinier, winnaar van de Elfstedentocht.
Nummer 157 komt daar binnen. En daar wordt hij onder de streep opgevangen. Bravo Reinier. En hier zijn we vlakbij hem. Reinier wordt even op de pakken genomen. Reinier wordt omhuld. We willen een woord van hem opvangen. Reinier Paping. Reinier. Reinier, even aandacht voor me. Zou het lukken? Hans, vraag het eens aan hem. Toen kwamen we dus in het onder Bethlehem kwamen we aan. En daar reed een trekker. En die had een man opgehaald vanuit Bethlehem. Die was eigenlijk helemaal onderkoeld. En die bevriezingsverschijnselen heel erg verschrikkelijk. En die man die werd daar afgezet. En daar stond een grote karbidlamp in een koekensloopje-tent. Met dus de gesloten kant naar de wind. En toen bleek dat die man had zoveel bevriezingsverschijnselen. Dat de kleren uit. Zijn mannelijke geslachtsorganen waren bevroren. Nou, er stonden twee vrouwen met een enorme gamel met chocolademelk en met van alles en nog wat. En een paar kerels met de mutsen dik over de kop. En het mannelijke van die man werd gemasseerd. Werd geprobeerd om die bloesemplan weer op gang te brengen. En niemand vond het gek. Het was zo, ja, zeg maar gerust, levensbedreigend. Dat helemaal niet gek meer was dat je dat zo deed. Want er was ook geen andere plaats. En dat deed je gewoon in het bijzijn van iedereen. En dat was alleen maar zorg. En ja, dat was toch wel uniek. Dat was schitterend. De wijze waarop Reinier Paping met 21 minuten voorsprong hier vandaag deze zware ijsmarathon heeft gewonnen, heeft ons dat overtuigen gebracht aan het bestuur te moeten voorstellen om Reinier Paping van deze voortreffelijke prestatie definitief als winnaar van deze Elfstedentocht te benoemen. En het bestuur heeft zich hierbij aangesloten. Ik dank u wel. De laatste berichten die we zo van links en rechts verzameld hebben, zijn in feite van een oneindige triestheid. Stel u voor dat daar in dat verlaten land tussen Dokkum en Bethlehem, vanavond in kou en duisternis, moederziel alleen, nog een rijder over de baan is gegaan. Het is gebeurd, maar hoe moet deze man eraan toe zijn geweest? Wat moet hij gedacht en gevoeld hebben? Hoe ontstellend groot en tenslotte beslissend moet zijn verbeten wilskracht geweest zijn om daar in die oneindige eenzaamheid, zonder steun van wie dan ook, door te gaan, meer lopend dan glijdend. Dus ja, ik weet niet meer, de Nieuwkerkster vaart of iets dergelijks. Er waren allemaal sneeuwduinen, dus ja, in plaats van dat we rechtsaf gingen, ja, dat konden we toch niet zien, liepen we rechtdoor. Het land op. Kwamen nog aan een hek. Ik denk, ja, dan zit hem toch helemaal niet goed. Dus ja, over dat hek geklommen, over een weiland, wat is dan een weiland, denk ik. En dankzij die ene jongen die bij mij was, dat was namelijk een Leeuwarder, die zijn ogen waren niet bevroren. Die zag in de verte die lichten, die contouren van Leeuwarden. Hij zei, dan moeten we daar ergens zijn. Maar ja, we waren ondertussen wel helemaal verdwaald. Nee, dus dat waren angstige momenten. Daar heb ik heel vaak, dat denk ik dan nog aan terug, aan die angst die ik toen gehad heb. Van als ik een enkel verstuik of ik krijg iets waardoor ik niet meer verder kan. Nou ja, dan lig ik daar te liggen. Ik onderkoel, ik bevries misschien wel. En niemand ziet je, want het is pikken donker. En voor je kilometers verder, ja, dan kun je ook niks zien. Maar ja, daar was ook niemand. En achter je was ook niemand. Ja, daar heb ik wel eens gebid. Van laat me alsjeblieft hier niet vallen. Want dan vries ik dood. Na het zenuwslopende wachten op het startschot verlaten ze om 5:30 precies de Frieslandhal voor een lange wedren naar het ijs bij de Zwettehaven. Dan volgt het gehaaste opbinden en verdwijnen de snelsten in het duister van de nacht. Intussen is de immense Frieslandhal volgestroomd met de eerste groepen van de 16.000 tochtrijders. Bij de controleposten, zoals hier in Workum, gaat het erom zo snel mogelijk het stempeltje op de startkaart te krijgen. En dan gaat het verder, op naar de volgende stad, die niet zonder obstakels kan worden bereikt.
Want op tal van plaatsen blijkt het ijs niet begaanbaar te zijn. Plotseling begrijpt heel Nederland wat Friezen onder klunen verstaan. Ook de talloze bruggen in het 200 kilometer lange traject vormen hindernissen van betekenis. Het is fascinerend het traject vanuit de lucht te bezien. De meevliegende helikopter geeft er boeiende beelden van door. Heel het land deelt mee in de vreugde van dit evenement, dat nog nooit zo'n groots festijn is geweest. In de wedstrijd hebben de sterksten zich nu van de minder sterken losgemaakt. Ook in Bartlehem, cruciaal punt in de route, waar de deelnemers elkaar straks tegenkomen, is de belangstelling groot. Hier schieten de rijders onder het hoge bruggetje door op weg naar Dokkum, de voorlaatste stempelplaats. Terwijl bij de finishplaats hoge gasten op de winnaars wachten, ontwikkelt zich op de bonken een adembenemende eindspurt met een sensationeel slot. De jonge Evert van Bentum wint in de recordtijd van 6 uur en 3 kwartier. Een jaar later alweer een Elfstedentocht en opnieuw een grandioos spektakel onder nog betere weersomstandigheden en met een ongekende publieke belangstelling. Er komen naar schatting 1 miljoen mensen naar kijken. Weer die wilde wedren naar het ijs, met Evert van Bentum direct al als een van de koplopers. Friese schaats wordt zeldzaam, maar toch doen de houtjes nog altijd mee. Met fakkellicht worden de wedstrijdrijders ontvangen in Sneek, waar ze op volle snelheid de eerste klunplaats passeren. Onder 10 kilometer. De snelheid blijft verrassend hoog. Ook op de Paragastervaart, op weg naar Balswaard, rijden ze als een trein. De vroege ochtendzon werpt lange schaduwen op het ijs. De cineast die kan meerijden op de weg naast de vaart tussen Workum en Balswaard legt prachtige beelden vast. Ook deze tocht mag zich verheugen in een hoge belangstelling. Klunplaatsen blijven de rijders kwellen. En niet iedereen komt zonder vallen weer op het ijs te staan. In Franeker staan de sterrenkiekers alweer voor de sterren klaar. En er komt nu nog meer spanning in de strijd. Evert van Bentum demareert en wordt teruggepakt. Dan ontvlucht Rijn Jonker. Maar ook die ontsnapping mislukt. Evert van Bentum, in topvorm vandaag, haalt hem weer in. En hij wint met veel machtsvertoon ook deze Elfstedentocht. Voor de tochtrijders op hun lange weg van Leeuwarden naar Leeuwarden vormen de klunplaatsen een welkome gelegenheid even de benen te strekken. De gejaagde haast van de wedstrijdrijders kennen ze niet. Ook wanneer de avond valt en de flats van Leeuwarden zich vaag beginnen af te tekenen tegen de horizon. Dan het finishen, het voltooien van de tocht, het bereiken van het doel. De intense vreugde die de deelnemers ondergaan, de voldoening te zijn geslaagd. Pak je boekje wel dan. Ik wil bij deze alle Friesen bedanken voor deze geweldige dag. Het was fantastisch.
Het is eenvoudig onvoorstelbaar wat zo'n Elfstedentocht in deze mensen teweeg brengt. Hoe ze worden gegrepen door iets dat bijna een dwanggedachte is. Doorgaan. Doorgaan, doorgaan naar Leeuwarden, al val ik er ook 10 maal bij neer. Wij komen daar het café binnen, in Oudkerk, en daar zit de Damclub. He? Toen had ik eigenlijk het idee, jongens, hier staat vast aan als iemand met de auto. En wat zal ik blij wezen, want ik had er nou onderhand wel eens genoeg aan. Omdat het zo lang duurde. He? Dus wij zaten daar in het lekkere warme café. En we kregen lekkere warme melk en ik deed de ogen even dicht. En ik zat op die stoel en even komt er op de stoel naast mij, komt er zo'n knaapje. Hij zei, moet je horen, ik heb hier een auto staan. Binnen een kwartier ben je op de grote wiel bij de finish. Ik wou er verder. Ik was te suf om wat te zeggen. Ik zei, maar je moet even bij die man wezen. Hij ging naast die wedstrijdrijder zitten, naast George Staal. En hij zorgde me, donder op, kerel! Meen je nou dat ik 180 kilometer gereden heb om hier in een auto te staan? Duvel op, nooit een keer, nooit een keer. En meteen was ik wakker. Ik denk, zo is het eigenlijk ook. Hè? Waarom zou je in een auto stappen als je zoveel gereden? Nee hoor, wij gaan verder. Nou, we werden uitgezwaaid. En dat moet dus ongeveer 10 uur geweest zijn. Nou, toen kregen we nog niets anders als lopen, lopen, lopen. Want die hele murk was weer volgesneeuwd. En dat was het laatste stuk naar dus de grote wielen toe. Dat was echt alleen maar niemandsland. Dat was hopeloos. En toen durfden we eigenlijk uitdrukking in. Dus we hebben stilgestaan, gewacht, liepen weg, liep er langs. Er was een man met een auto, Volkswagen. En die bescheen op een gegeven moment een stuk van de vaart. En toen hebben we gevraagd of hij wist wat er gebeurde, dat wist hij niet. En nu komt het. Toen heb ik gevraagd of we achter in zijn auto mochten zitten. Toen heeft hij ons in de Oudkerk heen gebracht. Om voorbij de bebouwde kom weer op het ijs te gaan. Dus we hebben dus een kilometer of twee hebben we niet geschaatst. We hebben achterin een auto gezet. S'nachts om 10:30. Alleen maar omdat we angst hadden dat we gepakt zouden worden. En alsnog op een gegeven moment geen toestemming kregen om dat laatste stuk van 1 kilometer of 8 nog te doen. Jan? Hoi, ja. Nu denk ik. Hoe ging het? Ja, goed. Nu had ik al 5,5 van morgen. Dan komt hij. Ja, ik heb hem nog nooit jaren moeten maken. Ja, voor mooi maken, maar nu weet ik nog heel wit. Komen ze gewoon? Nou, dan net. Ik zou ze nog net wezen. Het is de tweede groep. Maar ik hoop het al. Weer samen voorbij. Weer een heel soort feest hier en al je vliegtuigen en helikopters in de lucht. De baan hebben we hier in orde voor een mooie keer. Ja, zelf hebben we. Dit is de veer. Ja, we zitten op het laatste rechte stuk. We gaan natuurlijk de rug aan rechten. Bert Verduin die het om. Piet Kleine beziekert mij te gaan. Bert Verduin die het om. Bert Verduin nog altijd. Henk Angenent daarachter. Bert Verduin, Henk Angenent. Erik Hulsebos in de slipstream van Henk Angenent. Piet Kleine is daar. Nog altijd Bert Verduin. Zullen we die het dan redden? Bert Verduin.
Riet nog altijd voorop met Henk Anger en daarachter en dan Erik Hulsebos. Ik Henk van Bentum jouw de top. Blind nog Traiman hoor. Daar komt Erik Hulsebos. Oh, hij kent net achter Henk Anger en wij komen hij Jack even. Nog altijd Bert Verduin. En dan is het Anger en Hulsebos. Anger en Hulsebos. Anger en Hulsebos. Het is Anger en of Hulsebos. Het is nog altijd Henk Anger en Erik Hulsebos kan er net loskomen. Het is nog altijd Henk Anger en laatste spurt van Hulsebos. Maar het is Henk Anger en het is twat Erik Hulsebos. Het is Tres Bert Verduin. Het is Fiet is het denk ik Henk van Bentum. Maar het is Henk. Het is Henk Anger en nou, weer even verder horen we ineens mensen aankomen met lantaarns. We zien lichtjes op ons afkomen. Jongens, nog een klein eindje verder. Nou, wij gauw van dat dijkje af, het slootje weer op. En daar ligt voor ons een 200 meter spiegelglad ijs. Dus wij met z'n allen, hupsakee, de schaatsen weer onder een slagje pakken. En daar kwamen we 11:45. Precies mooi op tijd kwamen we daar met z'n vieren de finish over. Maar van het laatste stuk, toen ik één keer weer op een gegeven moment dus bezig was om naar de finish te gaan. Ja, dan kan er ook niks meer gebeuren, dan haal je het ook. Maar toen werden we dus bij de finish werden we opgewacht. En je bent zo beperkt in je denken geworden dat 12 uur... dat ik niet in staat was om me te bedenken dat als je dus hier om 11 uur dus op de grote wielen aankwam, dat je dan die tocht had volbracht. Ja, gestoord ben je. Het is net of er de lucht uit de fietsband gaat. Als je eraan komt, dan is eerst alle spanning van je uit je lichaam. En dan zak je als een plumpudding in elkaar, dan kun je eigenlijk niks meer. Hè? Dan is hup, weg. Dus je werd naar binnen gedragen. Maar ja, daarbinnen zag ik ook zo niks meer. Het was allemaal zo mistig. Maar ja, die dokter die zag het al gauw. Ga maar zitten, zei hij. Je ogen zijn bevroren. Maar je zult je ogen wel eens eventjes met injecties behandelen, met wat vocht. En dan zie je morgen weer normaal. Dus dat was dan weer een opkikkertje. Maar ja, je zat maar te zitten. En dan zat je daar ook in het hokje in een heel stel. Van die grote kerels, allemaal uitgeblust aan het eind van de Latijn. Hè? Sommigen met tranen in de ogen. Ik denk, nou, ik ben dus niet de enige die... Jongen, ja. Het zag eruit. Maar was ik blij dat ik er was. Ja, niet omdat ik die tocht uitgereden had, maar blij dat het de ellende voorbij was. Daar was ik het blijste om. Dat die ellende helemaal achter mijn rug lag. Daar was ik heel blij mee. Die hele stedentocht uitgereden had in de ziel, maar dan niet zo heel erg veel meer. Maar die ellende, dat die voorbij was. Daar. Ja, de ellende. Dat was het in 1963. Maar heroïsche ellende, rituele ellende. En na dat jaar brak de Elfstedenkoorts toch elke keer weer uit als het ook maar een beetje begon te vriezen. Het blijft trekken, die tocht der tochten. Maar gereden wordt de rit intussen steeds minder vaak op onze opwarmende aarde. Schaatsen op natuurijs wordt een zeldzaamheid. Een hele generatie kinderen is al opgegroeid zonder het, je weet wel, achter een stoel te leren. En als de statistieken kloppen, zal de Elfstedentocht nog maar 1 op de 18 jaar gehouden worden. Wat natuurlijk niets aan de legende afdoet, die wordt alleen maar groter. Reinier Paping is uitgegroeid tot een nazaat van Willem Barents. Tot een watergeus die op de ijzers door de Spaanse linies glipt. Een Hollandse soldaat die Pichegru alsnog voor de bevroren rivieren tegenhoudt. Een oer-Hollander. Een toonbeeld voor de natie. Enfin, oordeelt u zelf. Nog meer Elfstedentocht vindt u als u nu overschakelt op het digitale themakanaal /geschiedenis. En natuurlijk op anderetijden.nl. Volgende week dan gaan wij op zoek naar een partner via de computer. Heel modern zou je zeggen, maar al in de jaren 60 kozen 20.000 Nederlandse studenten een date. Zelfs een huwelijkskandidaat via de computer. Operation Match. Dat volgende week. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze. Komende week op Geschiedenis TV The Money Changers. Een drieluik van Brian Lapping over de lange en moeizame weg naar een gezamenlijke Europese munt. Zie omroep.nl/geschiedenis.